zet het brilletje maar even op, het zonnebrilletje. Omdat de titel van dit boek luidt Het brilletje van Tsjechov, van Michael Krielaars. Het beschrijft aan de hand van de tochten die Tsjechov zelf gemaakt heeft, de reizen die meneer Krielaars door Rusland heeft gemaakt. Hij is niet helemaal Tsjechov achterna gegaan tot Sachalin toe, maar hij is wel ook in Siberië geweest. En hij geeft in dit boek een up-to-date beeld, want het is allemaal heel recent, van het Rusland van dit moment. En dat is natuurlijk erg nuttig om dat allemaal te weten, want wie weet wat ons allemaal binnenkort nog vanwege Rusland te wachten staat. Mevrouw Hennis, hoorde ik gisteren al de minister van Defensie vertellen dat ze straaljagers gaan inzetten, dus zet je maar schrap. Nou, als je dit boek van Krielaars leest, dan word je nog veel ongeruster, want het beeld wat hij van Rusland geeft is onthutsend. Daar wordt er alleen maar gedronken, je ziet er uitsluitend dronkenlappen op straat en er is alleen maar corruptie. Iets anders is er blijkbaar niet waar te nemen, want daar vertelt hij niets over. Kort samengevat komt zijn beeld van Rusland hierop neer. Er wordt geklungeld en er komt niets tot stand. Dat is een zinnetje uit het boek wat ik onthouden heb en wat ik hier dus uit citeer. Ik geloof dat dat ook wel voor een deel waar zal zijn. En dat boek is prachtig geschreven en het is heel erg informatief en nuttig en boeiend om te lezen. Ik heb het met enorm veel genoegen gelezen, maar ik denk toch dat het niet helemaal correct kan zijn. Want als er daar alleen maar wordt geklungeld en niets tot stand komt, hoe kan het dan zijn dat daar vandaan zulke ongelooflijk goede, gedisciplineerde muzici komen? Violisten zoals je ze op de rest van de wereld eigenlijk nergens vindt. Maxim Vengerov bijvoorbeeld op dit moment. Zo'n fantastische violist. Hetzelfde geldt voor pianisten, voor zangers, voor balletdansers. En het geldt ook op een andere discipline, schakers of in mijn eigen vakgebied biologen zijn voortreffelijke grote Russische biologen. En op een terrein waar ik verder helemaal geen verstand van heb, maar goed, daar zie je dan toch op de televisie wel eens wat over. Sporters, ook allemaal hele goede sporters uit Rusland. Ik weet niet hoe het tegenwoordig met de voetbalclubs is, maar vroeger had je daar toch ook voortreffelijke voetbalclubs. Dus er wordt daar geklungeld en er komt niets tot stand. Dat kan niet waar zijn. Dat kan gewoon niet. Anders zou je nooit zo'n dirigent als Valery Gergiev kunnen hebben, die de hele wereld overreist en voor alle orkesten staat. En dat is een beetje het probleem wat ik met dit boek heb. Het is een prachtig boek. Het geeft een weinig verheffend beeld van Rusland, maar wel heel indringend en heel erg toch wel onthutsend. Maar er ontbreekt een dimensie.